Jezus volgen. Daar ging het de vorige keer over en die keer daarvoor ook. En vanmorgen opnieuw Jezus volgen. We gaan twee stukjes lezen. Het eerste vindt u in Romeinen 8. We lezen daar twee versen, vers 28 en 29. Daarna lezen we met elkaar een wat minder bekend hoofdstuk. 1 Korinthe 2, vanaf vers 6 tot en met 1 Korinthe 3, vers 3. Jezus volgen, of misschien vanmorgen het accent, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En we lezen daarom Romeinen 8, vers 28 tot 29 en 1 Korinthe 2 tot en met 1 Korinthe 3, vers 3. Romeinen 8, twee versen. En wij weten dat degene die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. We gaan naar de Korinthebrief. 1 Korinthe 2 en we beginnen te lezen bij het zesde vers. En wij spreken wijsheid, Sophia, onder de volmaakte, onder de volwassenen. Doch een wijsheid niet deze wereld, noch de overste deze wereld, die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was. Welke God tevoren verordineerd heeft tot onze heerlijkheid eer de wereld was. Welke niemand van de overste deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zij zouden de Heere der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem liefhebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten van God. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is dan de geest des mensen die in hem is. Alzo weet ook niemand hetgeen wat van God is dan de geest van God. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens die begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid. En hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend, die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijzen. Want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermocht ook nu nog niet. Want gij zijt nog vleeselijk. Want terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens, tot zover. Drie gedachten. De eerste gedachte is de natuurlijke mens. De tweede gedachte is de vleeselijke christen. En de derde gedachte is de geestelijke christen. De natuurlijke mens,
de vleeselijke christen en de geestelijke christen. Het is goed, denk ik, vanmorgen als u voor ogen houdt dat de brief aan de gemeente van Korinthe eigenlijk een brief is die aan u gericht is. Als u zo vanmorgen probeert te luisteren, niet dat het een brief is voor de gemeente van Korinthe, maar dat het een brief is vanmorgen geschreven aan u. Waar de apostel Paulus aan u rekenschap aflegt dat hij in uw midden is gekomen, niet met Sophia. U kent het Sophia kinderziekenhuis, hè? Daar komt het woord wijsheid, Sophia, vandaan. Ik ben niet gekomen, zegt Paulus, bij jullie met wijsheid van woorden. En ook niet met uitnemendheid van woorden. Maar ik heb een getuigenis van God, wat ik aan u bekend maak. Want ik heb niets voorgenomen, zegt hij in 1 Korinthe 2, vers 2. Ik heb niets anders voorgenomen dan aan jullie te prediken, Christus en dien gekruisigd. Ik heb het niet tegenover de gemeente van Korinthe, maar ik heb het vanmorgen over u. En Paulus zegt, ik was in jullie midden niet als een sterke man, niet als een man in retorica en in welsprekendheid, maar ik was in uw midden als een zwakke. En ik was vol met vrees, met ontzag en met beving was ik in uw midden. Het was geen spelletje. Het was niet zomaar een schone rede. Maar ik ben gekomen om jullie te prediken, Christus en dien gekruisigd. En dat heb ik gedaan niet in welsprekendheid, omdat jullie niet zouden denken dat het iets te maken heeft met menselijke wijsheid. Want wij spreken een andere wijsheid, een andere Sophia. De Sophia, lees het maar eens na thuis, voor de volmaakte. Er staat eigenlijk voor de volwassenen. Paulus komt daar straks op terug als hij het heeft over zuigelingen, over kinderen en over volwassenen. Het is een wijsheid die de wereld niet kent. Het is een andere wijsheid. Een wijsheid die verborgen is voor de wereld. In vers 7 zegt hij, maar wij spreken een wijsheid die bestaat in een verborgenheid. Er staat in het Grieks een mysterie die voor die tijd verborgen was. Die bedekt was. Namelijk een wijsheid die God van tevoren, voordat de wereld er was, tot heerlijkheid en eer gegeven heeft. Dus Paulus zegt, mijn opdracht is om de verborgenheid, het mysterie, wat verborgen is voor de wereld en wat bij God bekend is voordat de wereld er was. Welke niemand van de oversten, de grote van deze wereld, heeft begrepen. Niemand. Of die nou Biden heeft of Zelensky. Maar de grote van deze wereld hebben het niet begrepen. Het mysterie, het geheim, de Sophia, de wijsheid van God. Want als ze het geweten hadden, dan hadden ze de Christus der Schriften niet gekruisigd. En niemand van de overste, vers 8, van deze wereld heeft het gekend. Maar gelijk geschreven is in het Oude Testament, hetgeen verborgen was, hetgeen het oog niet gezien heeft en het oor niet gehoord heeft, dat heeft God geopenbaard, er staat een woord in het Grieks, onthuld, bekendgemaakt, duidelijk gemaakt. Het is niet opgeklommen in het hart van mensen, hetgeen God bereid heeft voor diegenen die hem liefhebben. Doch God heeft het ons geopenbaard, zegt Paulus, niet door menselijke wijsheid. Maar hij heeft het ons bekendgemaakt door de Heilige Geest.
Vers 10, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest van God, die kent alle dingen en die onderzoekt alle dingen en die weet alle dingen. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is dan de geest des mensen? Hè? Zo is het in het gewone leven ook, zegt Paulus. Wie zal u kennen dan de geest die in u woont? Die kent een ander niet, die kent alleen uzelf. Want die geest die woont in u. En zo is het ook, zegt Paulus, met het koninkrijk van God. Als wij de geest van God niet hebben, verstaan wij niet de dingen die des geestes God zijn. Daarom hebben wij ook niet een geest ontvangen van deze wereld, maar wij hebben de geest van God ontvangen. Opdat wij zouden weten, anders kun je het nooit weten. Maar je kunt het zeker weten, opdat wij de geest uit God hebben ontvangen, die ons leert en die ons laat zien de dingen die ons van God geschonken zijn. Maar de natuurlijke mens, de gewone mens van vlees en bloed, die opgevoed is op catechisatie en thuis met de Bijbel, en die elke zondag in de kerk zit, en misschien wel 30 of 40 of 50 of 60 of 70 jaar is, hoe oud hij ook mag zijn, maar die begrijpt deze dingen niet. Paulus zegt, de natuurlijke mens die de geest van God niet heeft, die begrijpt hier helemaal niks van. Want je kunt onder het gehoor zitten, onder het woord zitten en je kunt bidden elke dag en lees de Bijbel elke dag. Maar dat maakt je geen geestelijke mens. Je blijft een natuurlijke mens. Je kent de geest van God niet. En je hoort de preek, maar je verstaat hem niet. Je bent geestelijk dood. Want je mist de Heilige Geest in je. En je kan ook niet de geestelijke dingen, dat denken wel heel veel natuurlijke mensen die denken dat ze de dingen van de geest van God kunnen onderscheiden. Maar het kan niet, zegt Paulus. Als je die geest niet hebt, heb je ook geen verstand. Geen verstand van geestelijke dingen. U bent toch geen natuurlijk mens, of wel? U zit toch niet 20 of 30 of 40 jaar in de kerk? En u denkt het onderscheid te weten tussen duisternis en licht, tussen echt en onecht. Maar u bent een natuurlijk mens. U bent geestelijk dood. En de natuurlijke mens, al studeert hij op de universiteit, die weet er helemaal niks vanaf. Want hij onderscheidt de dingen niet. Hij kan ze ook niet onderscheiden. Want hij mist de Heilige Geest. Dat bent u toch niet? U bent toch niet die man of die vrouw die al zoveel jaren onder de waarheid zit en misschien heimelijk ook nog wel denkt dat u het kan opluisteren, wat dood en leven is, wat echt is en onecht is, maar u mist de Heilige Geest. Paulus zegt, dan ben je dood, geestelijk dood. Dan ben je een natuurlijk mens. Dan ben je niet anders als die prostituee die nergens aan doet. Of aan die drugsverslaafde die nog nooit van God gehoord hebt. Dan ben je nog steeds de natuurlijke mens. Daarom voordat ik naar mijn tekst ga. Ik vind dit altijd heel schokkend. Hè? Als ik je in de ogen kijk. En dat ik denk, je zit hier in de kerk. Hè? Waarom zit je eigenlijk in de kerk? En als je misschien van jezelf moet zeggen, ik ben geestelijk dood, dominee. Ik ben een natuurlijk mens, ik heb de Heilige Geest niet. Dan kan ik het natuurlijk niet laten. Om tegen u te zeggen, doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. En die de stem van de Zoon van God gehoord hebben,
die zullen leven. U vond het zo'n mooie preek, hè? Zo'n mooie preek op nieuwjaarsmorgen. Toen u hoorde dat er stromen zullen stromen op het droge. Maar heeft het water des levens uw hart nog niet geraakt? Bent u nog steeds geestelijk dood voor God? Al heb je nog zoveel kennis in je bol zitten. En zoveel godsdienst in je binnenzak. Maar je bent dood. De natuurlijke mens, zegt Paulus, die begrijpt de dingen die des geestes Gods ook. Maar het kan ook niet, zegt hij. Het is onmogelijk. Daarom hebben we de Heilige Geest nodig. Ik heb het u al meer gezegd, en niet als een wind die waait. Maar de Geest dat die in ons komt wonen. En die Geest, zegt Paulus, die maakt ons geestelijk levend. Die Heilige Geest, die komt woning maken in je leven. Die komt en die gaat nooit, nooit meer weg. Maar dan word je geen natuurlijk mens, maar dan word je van een natuurlijk mens een geestelijk mens. Vroeger dacht je alleen maar horizontaal. Maar wanneer de Heilige Geest in je komt wonen, dan gaat die Geest je onderwijzen in de geestelijke dingen. Maar we worden natuurlijk in de wieg niet geboren met een baard. Toch? Een babytje is een babytje. Maar een babytje blijft geen babytje. Een babytje wordt een klein kind. En een klein kind wordt een jongeling. En een jongeling wordt een vader en een moeder. Daar gaat het in dit hoofdstuk over. Je wordt geboren in de daad. Er is ook heel veel misverstand over, hè? Daar zeggen sommigen wel eens van, ja, ik zeg het alleen maar tot onderwijs, hoor. Dat een mens wordt overtuigd van zonde en dan kan die alleen maar huilen en zich bevuilen. En dan noemen we dat een babytje. Want dat is in het gewone leven ook zo. Een babytje kan alleen maar zich bevuilen en huilen. Maar dat beeld klopt niet, hoor. Dat is echt een leugenleer. Want het gaat over babytjes in de genade. Wat zijn babytjes in de genade? In 1 Johannes 1, in 1 Johannes 2 kunt u dat lezen. Dan noemt de apostel die zuigelingen, jullie zonden zijn jullie vergeven. Dat is wat. Dan ben je een zuigeling in de genade. Maar dat je enigermate mag weten dat je zonden vergeven zijn. En, zegt Johannes, jullie hebben de Heilige Geest ontvangen. Dat zijn babytjes. Ik zeg niet dat het niet met zondekennis kan beginnen. Dat je onrustig wordt, dat je aangeraakt wordt, dat je niet meer zo kan leven zoals je altijd geleefd hebt. Maar dan ben je nog geen babytje. Dan ben je nog steeds een natuurlijk mens die door de Heilige Geest onrustig gemaakt wordt. Maar het moet komen tot de geboorte van dat babytje, van dat nieuwe leven. En een babytje in de genade, die weet enigermate af wie Christus Jezus is. Al is het nog zo bedekt, al is het soms nog zo pril, al is het soms nog zo aangevochten, maar het kleinste wat uit God geboren is, dat kent de Heer Jezus. Die heeft vergeving van zonde en die heeft de Heilige Geest. Maar nu gaat Paulus de gemeente waarschuwen. Want het gaat naar het inzicht van Paulus niet goed in Korinthe. Want hij gaat onderscheid maken onder de christenen. Ik had als eerste gedachte de natuurlijke mens. Die de geest van God niet heeft. Die wel godsdienst heeft, kennis kan hebben in zijn hoofd.
maar verstaat de dingen in zijn hart en in zijn leven niet. Maar je wordt een christen, dat word je pas als je met Christus verbonden bent. En nou zegt Paulus, nou zijn er in de gemeente van Korinthe heel veel christenen die zijn vleeselijk. Dat zijn babytjes die moeten altijd gevoed worden met melk, anders verslikken ze zichzelf. Want als je ze een stukje brood geeft, geestelijk gezien, dan verslikken ze zich in het brood. En Paulus zegt, kijk, als je een babytje bent en je hebt melk nodig, dat is natuurlijk. Maar als je altijd melk blijft drinken en je wordt nooit zover dat je vaste spijzen tot je kan nemen, dan ben je ziek. Dan ben je geestelijk gehandicapt. En het lijkt wel in de gemeente van Korinthe dat er veel van die vleeselijke christenen waren. Kinderen van God. Nee toch? Ja, misschien had u ze in de prullenbak gegooid. Paulus niet. Paulus wordt bewogen. Over wie? Over die vleeselijke christenen. Hij zegt, ik heb jullie willen opvoeden tot volwassenheid. Maar jullie zijn blijven steken. Jullie willen telkens de eerste beginselen horen. Jullie willen elke keer horen hoe je gerechtvaardigd wordt. Lees maar na, Hebreeën 6 vers 1. Ik vind dat altijd een machtig beeld moet horen. Paulus staat aan de oever van de zee. En hij ziet zijn gemeente afsteken naar de diepte. De bootjes die varen als het ware de zee in. Maar Paulus die kijkt goed op de zee en ziet dat al die bootjes in een cirkel blijven draaien. Ze gaan niet vooruit en achteruit. En dan zegt hij, maar ik heb jullie toch gewezen op de haven van de volmaaktheid. Of misschien wat duidelijker voor ons, ik heb jullie gewezen op de haven van de volwassenheid. Maar de vaart is eruit. De kracht is eruit. En de een heeft een kapotte mast en de andere een gat in de boeg. Maar er zit geen beweging meer in het schip. Maar Paulus zegt, vaart voort naar de volwassenheid. Je kunt niet kind blijven. Je kunt geen babytje blijven in de genade. Misschien vinden we dit lastig. Want heel veel mensen denken, de Heer zal toch een arm en ellendig volk overhouden. Amen. Helemaal mee eens. Dat zijn vaders in de genade. Die zijn arm en ellendig in zichzelf. En die vertrouwen nochtans op de Heer. Dat zijn volwassen christenen. En wat zijn de onvolwassen christenen? Die gaan bij het minste of gelinkse, dan dreigen ze in de zee te smoren. Ze zijn niet stabiel. Ze zijn zo beweegbaar. Ze zijn invloedbaar, beïnvloedbaar. Ze leven vaak vanuit twijfel en ze willen graag een bevestiging horen. Gaan elke zondag naar de kerk om te horen of hun bekering wel klopt. Paulus zegt, jullie zijn vleeselijke christenen. Wie zijn wij? Waaraan kun je zien dat de gemeente vleeselijk is? Nou, zegt Paulus, er is onder jullie twist en verdeeldheid. En de een die zegt, ik ben van dominee Simons. En de ander die zegt, ik ben van dominee. Maar jullie denken vleeselijk. Jullie zijn geen geestelijke christenen. Jullie zijn afhankelijk van dominees. Jullie roemen in dominees en niet in Christus. Jullie zijn vleeselijke christenen.
Jullie willen graag kenmerken horen. Je wil graag horen hoe God een mens bekeert. En als de dominee klaar is, dan moet hij weer overnieuw beginnen. Overnieuw beginnen, of het wel klopt. Jullie zijn vleeselijk. En als er een verschil is in jullie gemeente, zegt Paulus, een verschil van opvatting, dan ga je op een wereldse manier, op een wereldse manier het oplossen. Nijd. Nijd, twist, bitterheid. Jullie zijn vleeselijk. Je denkt dat je zo geestelijk bent. Maar jullie zijn zo afhankelijk. Waarvan? Van de tastbare en de zichtbare dingen. Van een psalmversje. Hè? Van een emotie. En het lijkt zo geestelijk. En ik zeg niet, elk kind van God krijgt hiermee te maken. Maar we moeten niet uit een psalmversje leven. Maar een geestelijke christen leeft uit Christus. En niet uit toestanden, niet uit toestandjes en uit gevoeligheden. Hoe mooi, hoe kostbaar, hoe dierbaar dat ook kan zijn. Maar jullie zijn vleeselijk. Weet u wat nog meer een kenmerk is van een vleeselijk christen? U moet thuis het lezen in Hebreeën 5, dan zegt Paulus, jullie kunnen het onderscheid tussen goed en kwaad. Kunnen jullie niet eens onderscheiden. Jullie zijn nog zo vleeselijk. Waren jullie vaders, vaders en moeders in de genade, dan was het veel helderder en duidelijker wat goed is en kwaad is. Jullie zijn vleeselijk, omdat jullie vaak geschud worden, omdat die ene dominee wat zegt en die andere, die zegt het weer anders. En je bent een vleeselijk christen, want je bent net als de baren van de zee. Je mist de zekerheid en de vastigheid vanuit het woord. Je bent nog zo afhankelijk van een dominee. Maar eigenlijk, zegt Paulus, eigenlijk zou ik weg moeten naar een andere gemeente. Want jullie behoorden eigenlijk allemaal leraars te zijn vanwege het woord wat ik jullie verkondigd heb. Maar jullie zijn nog babytjes. Je moet nog de fles krijgen. Jullie zijn nog zo afhankelijk. Goed begrijpen wat ik bedoel, hoor. Ik geloof niet dat het buiten de bediening van het woord omgaat. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar als je op een dominee gaat vertrouwen. Als je alleen maar bij een bepaald soort dominee kan luisteren. Dat vindt u natuurlijk heel geestelijk. Maar ik vind het vleeselijk. Want als je meer volwassen was in het geloof, zou je niet zo kinderachtig zijn, zegt Paulus. Ik heb er heel de week mijn hoofd over gebogen. En bij de Here gezocht om wijsheid. Hoe vleeselijk ben ik? Hoe vleeselijk ben jij? Weet u wat een vleeselijk christen is? Daar draait het allemaal om zichzelf. Een vleeselijke christen die zegt, als ik het maar goed heb en als ik maar heb kunnen luisteren, dat is een vleeselijke christen. En wat is een geestelijke christen dan? Die is gestorven. Waaraan? Aan zijn ik. Daar gaat het in de eerste plaats niet meer om ik. Maar een geestelijke christen verlangt dat God aan zijn eer komt. Of je dan moet stoppen met werken. He, als moeder. Dat je daarmee worstelt. Het gaat maar over één vraag. Is mijn leven tot eer van God? In mijn uitstraling. In mijn doen en laten. In mijn zwijgen en in mijn spreken.
Of draait het allemaal om mij als ik maar bekeerd ben? Als ik maar in de hemel kom, vleeselijke christen. Wat is dan een geestelijke christen? Die leeft uit het woord. U zou zeggen, dat vind ik gevaarlijk. Ik begrijp het, want u hebt geen verstand van zaken. Lieve gemeente, stop met al dat geoordeel. Zolang je een natuurlijk mens bent. Maar de grootste genade is dat je als een arme zondaar uit een rijke Christus leeft. Dat is genade bij God. Als ik bij u op huisbezoek kom, dat ik het niet uit uw tenen moet halen. Maar dat u zeggen mag, het leven is mijn Christus. Misschien zijn we zo geïnfecteerd. Dan we meer uit het gemis praten, uit het gemis. Dat vinden we echter. Van dominee, ik ben het kwijt. En dominee, zit het wel goed bij mij? Ik snap het. Ik snap uw worsteling veel te goed. Maar hoe lang worstelt u al zo? Misschien al 10 jaar. Misschien al 15 jaar. U bent gehandicapt. God wil niet dat we blijven steken. Dat zijn niet mijn woorden, maar hij wil dat we voortvaren. Een geestelijke christen, wat begeert een geestelijke christen? O zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat is een geestelijke christen. Die verlangt om op de Heer Jezus te lijken. Nee, niet uit een prestatie. Maar omdat de Heilige Geest in hem woont. En de Heilige Geest wil maar één ding. Dat Christus verheerlijkt wordt. Daarom bid een geestelijk christen. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. Paulus was zo'n man. Och, dat ik hem kennen mag. Dat is een volwassen christen. Waardoor ik van Christus Jezus gekend ben. En ik verlang, o zoon, om uw beeld gelijkvormig te zijn. Geestelijke christen, dan moet je niet schrikken wanneer je moet lijden. Want we zullen met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt zullen worden. Daarom zegt Paulus dat ik hem kennen mag in de kracht. Wat voor kracht? Van de opstanding. Weet je nog, belijdeniscatechisanten dinsdag? Pasen is de dag van het nieuwe leven. Dat ik hem kennen mag in de kracht van zijn opstanding. En dat ik zijn lijden gelijkvormig mag worden. Dat is een geestelijk christen. Die wenst niets anders dan Christus alleen. En die geestelijke christen is ook niet zo afhankelijk, moet u horen hoor, afhankelijk van zijn gevoel. Een vleeselijke christen is soms als de baren van de zee. Vandaag heb je het en morgen ben je het kwijt. En er moet altijd iets bijzonders gebeuren om je weer uit de kuil te halen. Ik zeg niet dat God dat niet doet. Maar het is misschien veel vleeselijker als u dacht. U moet niet leven uit kenmerken, maar u moet leven uit Christus. Om op te mogen wassen, op te mogen wassen. Om te groeien. Afschuwelijk woord, hè? Want heel veel mensen denken dat ik moet groeien. En dat ik meerder moet worden. Maar het is precies andersom. Wanneer ik minder word,
Wanneer Christus meerder wordt, dan word ik minder. En zalig, zalig niets te wezen in je eigen oog voor God, dat is een geestelijke christen. U praat misschien wat af, hè? Wonderlijk dit en wonderlijk dat. En u denkt dat het heel geestelijk is, maar u bedoelt eigenlijk uzelf. Maar een geestelijk christen bedoelt in die zin niet zichzelf. Die zegt, zijn naam die moet eeuwig eer ontvangen. Daar gaat het over. Christus volgen. Om Christus gelijkvormig te mogen zijn. Om dicht bij hem te leven. Dicht bij het woord. Dat je eten en je drinken is. Dat er vrede en blijdschap in je hart mag wezen. Zelfs als het stormt in je leven. Want een vleeselijke christen is bij de minste windkracht 2 of 3 of 4 gaat hij al wankelen. Maar de geestelijke christen die wat meer geoefend is, al waait het soms windkracht 10. Dan zegt Jona, ik ben van Christus. En ik vreze de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt heeft. Wij vinden natuurlijk Jona soms vleeselijk, dat is hij ook. Maar als er één man des geloofs in het Oude Testament geweest is, die heeft laten zien wat geloof is, dan is het Jona. U ligt misschien wel een paar weken plat op de vloer, uitgeschakeld, machteloos. En u schreeuwt het uit, al deze dingen die zijn tegen mij. Maar u moet geoefend worden. U moet verdiept worden. Als er geen verdieping in uw leven komt. Ja, lieve gemeente, ik bedoel het echt niet wettisch of keihard. Maar als er geen verdieping komt, dan moet je je eigen afvragen of dat je wel leeft. Hangt het dan van verdrukking af en van moeite af? Dat zeg ik niet. Maar dat babytje, dat zei ik u al, die is net zo rijk als die vader en die moeder in de genade. Alleen die vader, die is meer geoefend. Die is door veel verdrukkingen, zal die ingaan in het koninkrijk der hemelen. Hij weet uit ondervinding, door de Heilige Geest, weet hij dat het op hoop, tegen hoop gaat. Als Paulus dit hoofdstuk gaat afronden, dan komt die bekende geschiedenis, die staat allemaal op uw netvlies, toch? Bij mij wel, bij u ook, denk ik. Dan zegt Paulus, hoe zit het nou eigenlijk? Die vleeselijke christen en die geestelijke christen, hoe zit het nou? Is die vleeselijke christen wel echt een kind van God? Nee, zegt u, want dit klopt niet en dat klopt niet en dat klopt niet. Misschien ziet u het wel onder ogen hoe vleeselijk u bent. En de duivel zou niks liever willen dan de kliko open te doen en u daarin te gooien. Zo doet God het niet. Paulus zegt, hoe zit het als die vleeselijke christen gaat sterven? Als de dag straks van het oordeel komt, wat zou er dan met die vleeselijke christen gebeuren? Nou, zegt Paulus, alles wat hij gebouwd heeft op dat fundament, dat is hout, hooi en stoppelen. Je zou bijna zeggen, een christen die niet vruchtbaar is geweest in zijn leven. Wat gebeurt er met zo iemand, zegt Paulus? Die wordt voor eeuwig behouden. Al verbrandt heel het huis. Al brandt het af tot de fundamenten toe, zegt Paulus.
Maar als het fundament goed is, Christus, dan gaat zo iemand toch naar huis. Daarom is David thuis en daarom is Salomo thuis. Fundamenteel komen daarom Gods kinderen thuis. Niet omdat ze pronken kunnen met hun huis, maar dat ze mogen weten, ik ben van Christus. Maar je hebt te vergeefs geleefd, moeder. Hey, moeder, toch niet te vergeefs geleefd. Geen diamanten, kostelijk gesteente gebouwd op het fundament Christus. Ik zeg het toch. Ik zeg het, u hebt er heel veel moeite mee. Maar onderzoek het of dat naar het woord is. Die goud en zilver bouwt op het fundament, die wordt straks beloond. En die houthooi en stoppelen gebouwd heeft, wordt straks niet beloond. U kunt het nalezen, het staat zwart op wit. Als ik een ketter ben, dan is het woord ook zo. Er gebeurt iets vanmorgen in de kerk. De huichelaar die zegt, zie wel, komt toch wel goed. Laten we in de zonde blijven, want er is bij God toch meer genade dan zonde. Huichelaar. Je misbruikt de vrijheid die in Christus Jezus is. Die vrijheid is je niet gegeven om het door te brengen in het vlees. Maar die vrijheid is je gegeven omdat je zou wandelen met Christus. En niet om op elk slakje zout te leggen. Hoor u het? Niet om twist en tweedracht te zaaien. Niet om nijd en ergernis in de gemeente te brengen. O vleeselijke Christen. Daarom vraag ik u aan het eind van deze dienst. Of u een vleeselijke of een geestelijke christen bent, dat moet u maar tussen de Heer en uw eigen hart uitworstelen. En ik weet zeker, als u erachter komt vanmorgen, dat u heel vleeselijk bent. Misschien ben je ook wel eens geestelijker geweest. En misschien zeg je vanmorgen wel, och wiet ik derwaarts weergeleid. Waar naartoe? Waar naartoe? Paulus zegt, toen ik de eerste werken deed, maar dit heb ik tegen u. Oh, dat gaat fout. Dat ge de eerste liefde hebt verlaten. En je bent weer teruggevallen. Waarin? In wereldgelijkvormigheid. We zijn nog in de consistorie. Vroeger zeiden ze wel eens tegen mij, dan is er een tijd, dan kun je niet over een grassprietje heen. Zo teer, zo gevoelig, zo dicht bij Christus, dat je het gewone leven bijna niet aan kan. En misschien ben je 5 jaar verder. Hè? En misschien doe je weer dingen die je vroeger had afgezworen. En langzamerhand komen ze zomaar op je af en je wordt van een geestelijke christen een vleeselijke christen. Je ziet op straat, je ziet op school, geen verschil meer tussen een vleeselijke en een geestelijk kind van God. Nee toch, nee toch, zo toch niet. Ja, maar dominee, het zit niet aan de buitenkant, dat zeg ik toch niet. Ik zeg dat het van binnen zo zit, maar dan kan het niet anders. Of je moet wel erg vleeselijk zijn dat het naar buiten komt. Mijn vrouw zei vaak tegen mij, want daar had ik natuurlijk last van. Maar ook zonder woorden. Het zit niet in woorden. Het zit niet in preken. Het zit niet in vroom doen. Maar het zit in je hart. De Heilige Geest woont er. Lieve gemeente, ik wens dat u allen, door de genade van onze Heer Jezus Christus, tot verwondering mag komen in het naar huis gaan. Dat u zegt, wat een wonder, dat God me dicht bij Christus houdt. Dat ik zonder hem niet kan ademen en zonder hem niet kan leven. En dat mijn leven Christus is. En u die tot de ontdekking komt, ik ben veel vleeselijker dan ik dacht.
dan roep ik u op, bekeert u. En heb berouw. En keer weder. En hij zal tot u wederkeren. Opdat u het kleine poosje op aarde mag leven tot eer en tot glorie van hem. Die ons dood van dood levend heeft gemaakt. Die ons de Heilige Geest heeft gegeven. Hem zij de glorie en de eer tot in eeuwigheid. Amen.